lieve allemaal, wat gezellig dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Het is zaterdag, het is weekend, het is een zonnige dag, dus ik ben heel erg vrolijk. Ik heb al lekker gesport vanochtend samen met Dennis en samen met Romy, dus we zijn de dag goed begonnen. Ik heb echt de smaak te pakken wat betreft het sporten. Ik heb er gewoon zin in om te gaan sporten. Wie had dat nog ooit gedacht? Dus ja. Hopelijk hou ik die motivatie goed vast en kan ik zo verder gaan. Ik ben er heel even bij gaan zitten, want ik heb een superleuke doos binnengekregen van Goldie Estelle. Met allemaal hele mooie items die ik had besteld via de webshop. Dus het leek me heel erg leuk om deze heel eventjes samen met jullie te unboxen. Dadelijk heel eventjes aan te passen. En dan gewoon lekker de dag met jullie te filmen wat ik vandaag verder nog ga doen. Dus heb je zin in deze vlog, dan alvast even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan wens ik jullie heel veel kijkplezier. Dus eerst heb ik deze witte top besteld. En die heeft een colletje. Dat vind ik heel erg leuk. En dan zie je zo hier bij de schouders. Je eigenlijk bij de hele arm open. Dus dat geeft denk ik een heel erg leuk effect als ik hem dadelijk aan heb. Ik heb alle items trouwens besteld in maat S. Dit jurkje zag ik ook op de site, die vond ik zo schattig. Die is een beetje ja, nude kleurig. Hij was ook nog in het donkerblauw. Maar ik vond nude wel een keer leuk. Kijk hoe mooi deze is. Hij is een beetje doorschijnend. Ook bij de mouwtjes doorschijnend. En hij heeft allemaal van die hele mooie froezels. Echt iets voor mij. Hij is ook helemaal voorzien van stipjes. En deze jurk heb ik in maat M. Omdat hij wat kleiner viel. Klopt dat? Was dat deze? Ja, deze heb ik in maat M. Gaan we verder. Komen er zo meteen nog wat leuke panter dingetjes aan. Want ik heb een panter shirtje. En een panter broek. Een jogging outfit. Ga ik zo meteen ook al eventjes met jullie passen. Velvet ook nog. Volgens mij is dat een heerlijk stofje. Daar kan ik gewoon lekker thuis in rondlopen. En ook nog eens fashionable uitzien. Dus dat is top. Want zodra ik thuis ben, trek ik eigenlijk altijd meteen een joggingpak aan. Of gewoon iets wat chill zit. Dat vind ik gewoon heel erg fijn om dan zo thuis rond te lopen. Dan heb ik nog een panter jurkje. Is voorzien van lace. En heeft van die spaghetti bandjes. En alsof we nog niet genoeg panter hebben, weer een panter item. Oh my god, ik heb gewoon zoveel panter en ik kan er ook niet genoeg van krijgen. Altijd als ik in een winkel rondloop en ik zie iets met panter, is dat wel een van de eerste dingen waar ik naartoe loop. Dat trekt me gewoon aan. Ik vind dat gewoon heel erg gaaf. Deze heeft lange mouwen, dus die kan ik ook gewoon goed nu al aan. En dan, ja, ik hou niet echt zo van panties. Nu is het echt een beetje zo het seizoen van, net nog wel een panty aan of net geen panty meer aan. Ik ben heel erg blij als we geen panties meer aan hoeven. Dus dan kan ik deze jurk mooi combineren met leuke laarsjes of zo. En als laatste item, snake print, wat ook helemaal in is dit seizoen. Een mooie lange rok. Dus laten we naar boven gaan. Laten we voor de spiegel gaan staan en gewoon heel eventjes samen alles passen. Voordat we dat gaan doen wil ik jullie heel even mijn nieuwe Favo lip combinatie laten zien. Die heb ik nu dus ook op. Ik vind het echt heel mooi. Deze is van NARS. Die zat in dit schattige doosje. En dan heb je echt zo'n mini lipstickje en zo'n mini lipglossje. Super handig ook voor in je tas. Ik vind het echt een hele mooie kleur. Ik zal wel even kijken wat de naam is. Sex Machine heet deze kleur. Wat vinden jullie ervan? Ik heb hem vandaag trouwens opgemaakt met het nieuwe palet van Naked Reloaded. Die had ik laatst binnengekregen. En ik heb dus een beetje gekozen voor een peachy kleur. Dat vond ik wel lekker lenteachtig. Nou, genoeg gekletst. Ik zie jullie zo meteen boven om te gaan passen. Zin in! Ik begin al eventjes met dit nude kleurige jurkje. Ik vind het echt een heel mooi modelletje. Zoiets had ik echt ook nog niet. En ik vind de kleur echt top. Heel erg mooi. Ik denk misschien nog wel mooier als ik wat bruiner ben straks. Hij heeft hier dus zo'n colletje met van die ruffeltjes. En hij sluit gewoon heel erg mooi aan. Hier ook weer froezels, froezels all over. Hieronder loopt hij wat wijder uit. En zie je dat ook weer terugkomen. Ja, ik vind het gewoon heel erg leuk. Met van die stipjes. Dan een beetje doorschijnend. Wat vinden jullie van deze jurk? Hij is wel best wel apart. Maar ik hou ervan. Je kunt hem dus ook nog eventueel in het donkerblauw bestellen. Dat was denk ik ook wel mooi geweest. Maar deze is echt prachtig. Eigenlijk wil ik hem het liefst aanhouden nu. Maar ik vind hier blote benen wel het mooiste onder. Trouwens, zo staat het er nu voor met mijn litteken. Ik ben heel erg goed bezig om alles in te smeren en te verzorgen. Dus ik hoop dat het nog mooi herstelt.
Maar ja, hier ga ik geen panty onder dragen. Dus ik wacht even tot de blote benen weer. En dan ga ik deze zeker een keertje aandoen. Kan het al alsjeblieft even zomer worden? Met dit jurkje krijg je toch zeker zin in de zomer. Ik vind deze echt heel erg mooi. Deze is nu in de sale. Dus als je hem wil, moet je er snel bij zijn. Hij is ook niet meer zo duur nu. Dus zeker even checken. Want dit is echt een must-have zomerjurkje. Hoe mooi is deze? Hij heeft van die hele dunne spaghettibandjes. En dan is hij hier voorzien van lace. Hier in de taille sluit hij heel erg mooi aan. En heeft hij ook zo'n zwarte band. Verder sluit het jurkje super mooi aan. En ja, dit zijn gewoon wel echt mijn modelletjes. Aan de bovenkant strak. En aan de onderkant lekker wijd. Zodat je, als je lekker hebt gegeten, dat je je buik ook niet in hoeft te houden. Maar dat hij gewoon lekker eronder valt. Heel erg leuk, dit panterjurkje. Dit wordt sowieso mijn nieuwe chillpak voor thuis. Want hij zit echt zo lekker. Het is echt een heel leuk velvet stofje. Ik zou willen dat jullie het konden voelen. Misschien kun je het wel een beetje zien. Het ziet er ook echt uit als een ja, heerlijk stofje. Dit pak bestaat uit een t-shirt. Helemaal voorzien van panterprint. De broek heeft twee steekzakken. Hier van die touwtjes. Die zou je eventueel nog kunnen strikken. En aan de zijkant een zwarte streep. Ik vind het echt een geweldig pak. Sommigen vinden het misschien too much. Maar ik hou ervan. Dat weten jullie misschien wel. Hij zit echt super lekker. Het liefst zou ik hem nu gewoon aanlaten en niet meer uittrekken. Zo fijn zit hij. Deze is ook best wel mooi. Misschien hou ik deze dadelijk wel aan. Want het is vandaag 20 graden echt heerlijk. Dus dan zou ik deze eventueel wel aan kunnen. Dit is weer een panterjurk. Verrassend. Maar wel weer echt een heel ander modelletje. Meer iets voor ja, het weer van nu, zeg maar. Want hij heeft dus van die lange mouwtjes. Zijn een klein beetje doorschijnend. En hij heeft hier dan zo'n kraagje. Wat ik wel heel erg leuk vind. Hij valt een beetje open. Je zou hem eventueel nog verder open kunnen doen. Maar ik vind dit perfect zo. In de taille sluit hij heel erg mooi aan. Misschien dat ik het leuk vind om dan hier zo mijn Gucci riem of een ander leuk riempje bij te dragen. En onder loopt hij weer wat wijder uit. En dan is het van een soort ja, plissé stofje. Weer echt een topjurk. Ik word altijd vrolijk van nieuwe kleren. Ik hoop dat jullie het leuk vinden als ik ja, outfitjes met jullie pas. Ik bewaar ze heel vaak om dan ook echt samen te passen in een vlog. Omdat ik dat altijd heel erg leuk vind om te laten zien. Dus let me know. Doe je duimpje omhoog als je dat ook leuk vindt. En dan is dit de allerlaatste outfit. Ik vind deze ook weer heel erg geslaagd. Dit is ook wel best wel een apart topje. Maar ik vind dit zo leuk. Dus ja, dat je hier zo echt je arm ziet. Hij heeft hier een klein colletje. Ik heb gekozen voor de witte kleur. Dat vind ik altijd wel erg lekker fris. Kijk, hier zit hij dus gewoon zo vast. Aan deze kant ook. En dan heb je dus echt blote schouders. Heel erg leuk. Ik heb hem heel even in de rok gestopt. De rok is voorzien van snakeprint. Hij glimt ook een beetje. Het is een wat langere rok. Hij valt tot over mijn knie. Dus dit zou ik ook wel aan kunnen laten. Nu ben ik heel erg aan het twijfelen. Dit is de uiteindelijke look geworden. Ik heb toch dit outfitje aangehouden. Ik vind het echt zo leuk. Ik heb mijn Gucci bril erbij opgedaan. Riem, tas. En deze leuke sneakertjes van Naked Fashion. En sokjes zijn van Conte Nederland. Dus wij gaan lekker naar de stad. Gezellig heel even op een terrasje zitten. Oké, tussendoor eventjes vlug twee pannenkoekjes. Ik heb er net eentje op. En nu nog deze. Lekker met honing en een beetje kaneel. En ik had jullie net al die nieuwe producten laten zien van NARS. Maar nog niet het nieuwe paletje. Dit is dus een blush palet. Met echt hele mooie roze tinten. Ook een beetje peachy tinten ertussen. Ik vind die wel heel erg mooi. En ook die en die en die. Ja, ik vind ze eigenlijk allemaal wel mooi. Ik denk dat dit meer een highlighter is. En dit is dus echt een perfecte combi voor mij. En dan heb je ook nog deze. Dat is meer een beetje naar het rood koraalachtige. Kijk of dat deze is. Ja, Dragon Girl. Wij staan eigenlijk op het punt om te gaan. En toen ging de deurbel net. Toen kwam er een heel erg leuk pakketje binnen. Namelijk een zonnebril die ik heb besteld bij Sunglasses Shop. Deze zonnebril heb ik eigenlijk vorig jaar gekocht. Die is van Gucci. Die vind ik nog steeds super mooi. Zwarte zonnebril gewoon. Ja, lekker modelletje. Vind ik nog steeds echt gaaf. En het staat ook bij heel erg veel. En nu heb ik dus een bruine besteld. Ik ga hem wel even samen passen. En dan ga ik jullie al even laten zien hoe die staat. Ik ben heel erg benieuwd naar. En dat is dus deze. Uit een nieuwe collectie. Echt een heel erg mooi model. Ik vind de kleur ook echt prachtig. Bruin. Een beetje gemêleerd. En hij zit in een heel leuk ja, groen doosje. De vorige keer had ik een wat donkerder doosje. Dus ik vind het wel leuk dat ik nu twee verschillende heb. Zitten er nog allerlei dingetjes bij van Gucci, een briefje en
Oh, dit is ook wel handig. Die had ik er de vorige keer volgens mij niet bij. Zo'n brillenzakje. Kijk. In dezelfde kleur. Dus dat matcht. Oh, de vorige keer had ik een doosje in deze kleur. Nou, ik ga heel even de bril passen. En laten zien hoe die staat. Maar kijk hoe mooi het model is. En wat ik zo leuk vind is dat er aan de achterkant. Of ja, eigenlijk aan de zijkant. Gucci staat met glitter. I like it. Het is wel echt een wat groter model dan die van net. Maar ik vind dat wel heel leuk staan eigenlijk. Kijk, en dan die zijkant. I like it. Heel erg mooi. Als je dus naar Sunglass Shop gaat en deze kortingscode gebruikt, krijg je korting op jouw bestelling. En ze hebben heel veel brillen. Van Gucci tot Prada tot Ray-Ban, Fendi, van alles wat. Dit is echt mijn nieuwe lieveling. We zijn lekker op een terrasje gaan zitten. Eerste aperol van het jaar. Is een feit. Cheers. Lekker in de zon. Wij hebben echt een hele gezellige middag gehad. Wij zijn lekker naar Roermond geweest. En daar hebben we in de stad gewoon de hele tijd op het terras gezeten. Het was zo lekker zonnig. Echt fijn hè Dennis, dat het gewoon weer van dit weer is. Ik hou echt van lente. Dat het terras weer aankomt en dat we kunnen gaan barbecuen. I love it. Dus dat was super chill. Ik heb verder ook niet meer voor jullie gefilmd. Ik was helemaal vergeten om mijn litteken in te smeren met factor 50. Want ik moet dat dus insmeren met factor 50 zodat het gewoon mooi herstelt. Als er echt veel zon opkomt dan kun je dat echt blijven zien. Dus we zijn meteen al even naar de etels geweest. Want ik was daar vergeten. Ik heb zo'n klein tubetje gehaald. Ik dacht dat is wel chill. Ik was gewoon in mijn tas. Onderweg naar huis. Ik ga zo meteen lekker uit eten met vriendinnen. Jij gaat ook wel leuk zijn met vrienden. Dus we hebben echt een leuke dag. Bowlen. Jij bent al zo goed in bowlen. De vorige keer ook gooide jij alleen maar strikes. Ik ook. Nee, dat was leuk. Dennis gooide de hele tijd strikes. En toen zei ik, Dennis, film mij één keer voor Insta-story. Dennis filmt mij, ik gooi meteen een strike. Leek net of ik heel goed was. Ik filmde jou voor Insta-story. We probeerden twee keer en twee keer lukt het jou niet om een strike te gooien. Gewoon omdat het, dat vond ik even heel grappig. Wij zijn weer thuis en ik ben er heel even bij gaan zitten. Want ik wilde deze doos nog heel even aan jullie laten zien. En samen met jullie unboxen. Ik heb wat besteld bij MyProtein. Want zoals jullie weten ben ik nu al een tijdje bezig met sporten. En daar hoort ook ja, gezond eten bij. Voedingssupplementen. Wij nemen eigenlijk elke dag vitamine. Ik neem zelf altijd twee van die visolietabletten. En één tablet multivitamine. En ja, bij MyProtein hebben ze die ook. Ik heb deze besteld. Echt zo'n super grote pot. Omega 3+. Daar zit er gewoon echt heel erg veel in. Dus kunnen we lekker lang vooruit. Omdat Dennis en ik die alle twee gebruiken. Deze had Dennis nodig. Vitamine D3. Ze hebben die kleine pilletjes. En dan hebben ze daar echt heel veel lekkere eiwitwafels. Eiwitrepen. Protein cookies. Echt heel lekker allemaal. En dat is gewoon heel erg chill. Omdat wij ook elke keer moeten invullen via Personal Body Plan. Van ja, hoeveel eiwitten moet je op die dag nog. En ik kom best wel vaak niet aan mijn eiwitten. En als je dan zo'n proteïnwafel bijvoorbeeld eet. Dan krijg je meteen superveel eiwitten. En in zo'n wafel zit al meteen 15 gram eiwitten. Dus dat is gewoon heel erg chill. Die hebben we dus besteld. En die zijn ook echt heel erg lekker. Ik ga eerlijk tegen jullie zijn. Dit was de doos. Er zitten er 10 in. En er zijn er al best wel wat uitgegaan omdat we ze echt super lekker vinden. We hebben gekozen voor de smaak cookies en cream. Maar je hebt ook nog andere soorten smaken. Sowieso gaan we de volgende keer nog wat andere smaken proberen. Dan heb ik ook nog wat losse cookies gepakt om die even uit te proberen. Dat zijn deze protein cookies. En die smaak. En ik had ook nog cookies en cream. Die vind ik altijd heel erg lekker. En deze lean protein bar. Chocolate en cookie dough. Dit is echt gewoon, ik heb er hier al twee van op. Dit is echt gewoon een soort ja, chocoladebar, maar dan wat gezonder en verantwoord. Dus ik voel me ook niet slecht als ik deze heb gegeten. Dat is heel erg fijn. Dan hebben we hier ook nog een grote verpakking van. Hier zitten er dan meteen, even kijken, een stuk of... Oh, hier zitten er meteen 18 in. En dat zijn deze. Die zijn ook heel erg lekker. Oats and Whey Protein Bar. En dan krijg je ook meteen weer heel erg veel eiwitten binnen. Dus ja, dat was eigenlijk heel eventjes de unboxing van MyProtein. En ik heb ook nog een hele leuke kortingscode voor jullie. Want met de code LIEKELOS krijg je 35% korting op jouw bestelling. Ik heb de link heel even in de beschrijving geplaatst. Dus klik daar vooral al even op. Want via die link kun je de kortingscode gebruiken. Ik heb echt tulp in huis gehaald. Ik vind dat zo fijn als er dan gewoon wat iets van bloemen of groens in huis staat. En ik zou jullie nog heel even mijn litteken laten zien.
Kijk, die ziet er nu dus zo uit. Even kijken of je pakt. Yes. Hij is wel wat beter aan het herstellen, maar hij is gewoon wel nog heel erg paars. En mijn andere been. Ja, je ziet nog wel gewoon echt die tandjes van de roltrap, zeg maar. Maar ik smeer het wel echt elke dag heel erg goed in. Ik was hier al even een foto van aan het maken. Alle producten die ik dus heb besteld. Dus laat zeker al even weten, gebruik jij ook dit soort repen of voedingssupplementen? Let me know. Nou, cheers op een gezellige avond. Wij zitten dus bij Inesto en Chris heeft carpaccio. Echt, het ziet er mega lekker uit. En Floor en ik hebben de gemixte voorgerechtjes. Dus het ziet er echt super goed uit. Heel veel zin in. Time for pizza! We zijn heel erg slim geweest, want we hebben 2 pizza's gepakt met z'n drieën. Kijk ook hoe groot ze zijn. En na het hoofdgerecht krijgen we echt geen hele pizza meer op. Ik bedoel na het voorgerecht. Het ziet er echt heel erg lekker uit. Met Italiaanse ham en rucola, pompoen, kaas, truffle mayo, pijnboompitjes. Looking good. Goedemiddag allemaal. Goedenavond. Goedenavond allemaal. Het is vandaag zondag. En mama is net gezellig langsgekomen. Die staat daar, eigenlijk onverwachts. Papa is beneden PSV aan het kijken met Dennis. En mama en ik die hebben heel eventjes mijn kast omgebouwd. We hebben alle panter items bij elkaar gehangen en een hele leuke foto gemaakt. Ik zal jullie heel eventjes de kast laten zien. Kijk, dit is dus de setting. Oh my god, zoveel panter bij elkaar. We hebben ook wel even het panterkleedje van beneden erbij gelegd. En dus allemaal, ook, ja, ook wel wat snakeprint items. Panterschoenen van Naked en van Josh V. Allemaal panter en snake dingetjes. En heel veel panterkleding. Wie houdt er ook zoveel van die printjes? Let me know. Ik vind dat echt heel leuk. Mama en ik zijn samen on tour. We gaan even foto's maken bij een hele mooie bloesemboom. We hebben net een rondje gemaakt hier bij ons in de buurt om te kijken waar bloesembomen staan. Ik ben weer terug van foto's maken. Net was mijn camera uitgevallen. Echt super jammer. Dus ik heb er nu meteen al even een nieuwe batterij in gedaan. Maar ik heb dus de bloesem niet meer kunnen filmen voor jullie. Maar het is echt prachtig. Ik word er helemaal vrolijk van. Ik zal zo meteen wel even een fotootje laten zien. Dit is dus de outfit die ik aan had. Deze hele leuke top van Nicky met de kettingjes van, die is van My Jewelry volgens mij en die van Rocky Rosa. Griem van Josh V, deze leuke broek. Ik draai altijd de foute kant op. 90s babe. En dan deze laarsjes. Ik heb ze nu wel even opgedaan. Want die doen dus wel nog pijn bij mijn litteken. Het is hier een rommel. De meeste kleding ligt ook nog op mijn slaapkamer. Ik ga dit heel even fixen, want normaal gesproken heb ik dit niet zo hangen. Maar het was dus even voor de foto. Zo leuk. Ik heb wel even een knotje gemaakt. En dat vind ik echt heel erg leuk staan. Hij is echt goed gelukt. Gewoon echt super makkelijk. Stiekje erin en haren zo naar beneden getrokken. Meteen echt een super leuk lookje. Zo weer met dat chillpakje. En dit knotje. Er komt iemand aangelopen. Joejoe. Ik zit al even in mijn cocon. Ik zit hier zo. Dat doe ik om de rommel te kofferen, omdat hij er nog een rommeltje is. Ja, dus dat betekent dat je met je opruimen. Geen zin in. Ik dacht, daar stel ik al even uit. Tot morgen. Ja. Het opruimen. We zien wel. Manjana, manjana. Mijn motto. Nee, Dennis een motto. Eerst de dingen doen die niet leuk zijn en dan heb je tijd voor leuke dingen. Nou, dat is eigenlijk wel heel erg goed. Dus laten we dat gaan doen. Beetje gaan opruimen. We, zeg ik ook, hè? Laten we dat gaan doen. Voordat ik dadelijk heel vaak de vraag krijg van hoe maak je nou zo'n knotje? Ik heb er een keer een video over gemaakt. Echt 2 of 3 jaar geleden. De Fashionable Knot heet die. Echt super grappig hoe ik daar praat en alles uitleg. Maar ik zal het nu nog heel even laten zien. Dit zijn gewoon mijn eigen haren zonder extensions. En dan maak ik heel eventjes een staart. Gewoon even vlug. En je kunt er dus voor kiezen om, ja dit zit nou niet heel mooi, maar om het gewoon zo te doen. Hem er doorheen te halen, uit te trekken. En dan heb je hem eigenlijk al soort van, oké. De ene keer lukt hij dus wel echt beter dan de andere keer. Zo had ik het net wel gedaan. Dan zet ik hem soms nog vast met speldjes. Kijk. Zo, maar als je hem wat strakker wil, want als ik nu ga bewegen dan zak ik die helemaal uit. Dus nu ga ik hem nog 1 keer wat strakker proberen. Dan draai ik hem gewoon 2 keer omheen. En dan zorg ik nu echt dat ik een staart op mijn hoofd heb. Dus ik haal hem helemaal eruit. En dan draai ik hem nog 1 keer eromheen. En als ik hem dan nog 1 keer eromheen heb gedraaid, dan
stop ik hier. Dan trek ik dit. Ja, je kunt dit gewoon zo verder uittrekken als je het leuk vindt. Ik trek hier nog een beetje aan, zodat het een beetje wat nonchalanter wordt. En zo zit hij wel wat steviger. En als je hem dan vastzet met speldjes, dan zit hij helemaal top. En heb je een superleuk knotje. Ik vind dat heel fijn. Ik doe dat best wel vaak eigenlijk in de zomer. Dit blijf ik ook gewoon heel erg leuk vinden. Het palmboompje op je hoofd. Het staartje op je hoofd. Gewoon echt midden op je hoofd een staartje maken. En de rest van je haren gewoon lekker loslaten. I like it. Ik vind dat ook wel erg leuk. Nou, het is tijd om te gaan koken. En ik dacht, laten we dat wel even samen doen. Ik ga vandaag een garnalensalade maken. Ik heb in dit grote bord. Dit gebruik ik als bord. Het is eigenlijk een schaal. Hij is trouwens van Hema. Ik krijg daar best wel vaak vragen over. Op onze Instagram, wat u ziet. Hierin heb ik gewoon lekker spinazie en rucola gedaan. Ik ga zo meteen wat garnaaltjes wokken. Ik heb gewoon heel even 100 gram gepakt, want ik maak deze salade voor mij alleen. Dus dat is prima. Nou, wat hebben we nog meer nodig? Ik ga er zo meteen wat amandelen bij doen. Dit zijn ongezouten amandelen. Komkommer. Een avocado. Olijfolie, de lekkerste, want deze komt uit Italië, is echt zo lekker. Een beetje citroensap zometeen van het sausje. En als laatste nog peper en zout. Dus laten we beginnen. Ik ga als eerste heel even de garnalen wokken. Dan even het sausje maken, groenten erbij doen. Super simpel, maar wel heel lekker. Zin in. En dit is dan het eindresultaat. Ziet er echt zo lekker uit. De salade met garnalen en avocado, komkommer. Amandelen. En ik heb net ook nog brood geroosterd. En dat heb ik lekker erbij gedaan als croutons. En dan een dressing van olijfolie en citroensap en peper en zout. Dus het is echt lekker een frisse salade. Ziet er zo lekker uit. Ik ga lekker genieten van deze salade. Hij smaakt echt super lekker. Fris. Allemaal ingrediënten erin gedaan wat ik lekker vind. Maar als je zelf nog iets wilt toevoegen, tomaatjespuree natuurlijk altijd bij doen. Of als je ergens niet van houdt, kun je dat ook weglaten. Ik vind avocado altijd heel lekker. Ik ga hier nu lekker van genieten. Bij deze wil ik de vlog ook afsluiten. Ik hoop dat jullie dit een gezellige vlog vonden. Vond je deze vlog leuk? Dan zeker even je duimpjes omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie gezellig de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. Doei doei!